Rotterdam is klaar voor de 40ste editie van het filmfestival. Met 350.000 bezoekers over vorig jaar. Inmiddels uitgegroeid tot een van de meest spraakmakende culturele manifestaties in Nederland. In 1972 klonken de geboortekreten. Onder leiding van wijlen directeur Hubert Bals. Ja, die. Hij werkte dus zo op zijn intuïtie. Hij zegt ook van ja, ik kijk films met mijn buik. Dus hij zit met die plekjes solaris, weet je. Dit is mooi of dit is niks. En zo selecteerde hij. Huub was alles bepalend, dus die besliste over alles. En ook omdat hij eigenlijk wars was van geld en organisatie. Maar met die passie dat wilde doen, waar natuurlijk ook best mensen wel gevoelig voor waren. Maar het was die passie die dat festival natuurlijk toch van de grond heeft gekregen. Het Rotterdamse filmfestival van de eerste jaren is onvergelijkbaar met dat van nu. 1972 draaide er 36 films verdeeld over 2 bioscopen. Nu een geoliede machine. Toen? Het was natuurlijk volstrekte chaos. Ik bedoel, er waren films besteld en er waren gelukkig een aantal mensen die het logistieke deel in de gaten hielden, zodat die films ook kwamen. Maar het was vrijheid, blijheid. Lantaarnvenster, dat was pof. Dat was het. Daar was een intimiteit die het festival natuurlijk nooit weer teruggekregen heeft. De films uit de eerste jaren werden aangegeven op een aantal programma-affiches. Krijn heeft er nog één. Er is een brand geweest ooit van het RKS-archief. En dat is heel erg zonde geweest, want er lagen ook heel veel 35 mm films. Dus er moet veel verloren gaan. Er is toen ook waarschijnlijk veel aan affiches en dingen verloren gaan. In de eerste jaren trok het festival tegen de 5000 bezoekers. Nu zijn dat er rond de 350.000. Kijk, dit was het knooppunt van Lantaarnvenster. Hier tussen die twee pilaren, in. En zeker als het natuurlijk heel erg druk was tijdens het festival, dan liepen al die stromen hier. Hier had je vroeger de bar. Nou, daar zaten natuurlijk de bekende hertsoggen en de vastbinders zaten eraan. Ja, het is nu al relatief ruim, maar dit was ook, ik kan me voorstellen, die zaal kwam uit en de zaal kwam in. Dus dit zit heel diep in mijn herinnering, dit gekke tussenlaantje. Iedereen ging achter die tafel zitten en hield zijn verhaal. Een vastbinder, weet je, die zaal was afgeladen. Vastbinder houdt zijn verhaal. In Lantaarnvenster, dat is eigenlijk, je kan het niet voorstellen waar we het studiootje in gemaakt hadden. Dat was een rommelhok. En daar hing een grote boiler in en die werd dan mooi zwart geverfd. En dan ging er zo'n kunstgras tapijten vloertje in en dan werd een beetje, nou, het werd opgeknapt. Wat er nog aan materiaal is, is door het filmfestival anno 2011 verzameld en verwerkt voor de site. Nou, wat ik zelf een hele leuke vond, dat was dat in de beginjaren van het festival er nog geen dagkrant was. En er dus flyers verspreid werden om de mensen naar het festival te lokken. En dat ze het ook echt uitproberen te leggen wat er dan is. Dus films en acteurs en regisseurs. Eigenlijk alles wat we normaal vinden vandaag de dag, dat was toen nog helemaal niet normaal. Herinneringen aan de eerste jaren. En morgen begint de 40ste editie van het Rotterdamse Filmfestival.